Hey guys, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Zoals jullie in de titel en misschien wel thumbnail kunnen zien, gaan we vandaag samen vintage shoppen. Vintage shoppen is iets wat ik best wel geregeld heb gedaan en eigenlijk niet heel erg vaak heb vastgelegd. Wel eens bijvoorbeeld in weekendvlogs, maar nog nooit echt een losse video over heb gemaakt. Dus ik dacht, waarom ga ik dat niet gewoon een keertje doen? Dus bij deze. Ik ben ook van plan om dat vaker te doen. Maar ik dacht, ja, wat is er nou zo leuk aan om iedere keer naar dezelfde kringloopwinkel te gaan om ja, weer een beetje te kijken of ze iets nieuws hebben. Want eigenlijk ga ik altijd naar één kringloopwinkel. Ik ga eigenlijk standaard naar de episode bij Spui. Ik weet niet de precieze straatnaam, maar bij Spui in de buurt ga ik in ieder geval echt super vaak. Maar ik bedacht me, waarom ga ik dit niet gewoon wat vaker doen? En waarom ga ik niet gewoon elke keer naar een andere kringloopwinkel? Dan kan ik jullie heel veel kringloopwinkels laten zien. Zie ik heel veel aanbod en dan is het gewoon super leuk. Nou, voor deze aflevering ben ik naar een episode geweest. Een andere episode. Ze hebben in Amsterdam 4 filialen, dacht ik. Volgens mij wel. 3, 4, 5 filialen, ongeveer. En ik ging dus altijd naar Spui, maar dit keer dacht ik, nou laat ik gewoon gaan naar diegene van Waterloopplein. Nou, het was ongelooflijk druk daar, moet ik even ten eerste zeggen. Het was ook de markt en super druk. En ja, ik ga eigenlijk altijd naar een kringloopwinkel omdat ik er zin in heb. Niet omdat ik ergens naar op zoek ben, want om die reden vind ik niet dat je naar een kringloopwinkel moet gaan. Normaal gesproken, omdat je dat dan toch of niet gaat vinden of een beetje teleurgesteld gaat raken. Nu had ik wel in mijn hoofd om een leuke Levi's jeans te halen, een lichte. Dus ik spreek mezelf nu een beetje tegen. Maar ik weet van de episode dat ze daar ongelooflijk veel Levi's jeans hebben en spijkerjassen. Dus ik had wel zoiets, nou ik zou het leuk vinden om wel in ieder geval bij de jeans even te kijken of ik misschien, want dat zou helemaal vet zijn, een lichte jeans zou kunnen vinden en een soort vanzelfde kleur spijkerjack. Daar ging ik dus eigenlijk een beetje naar op zoek. Maar mijn general goal was gewoon kijken wat voor leuk ze hadden. Ja, let's go naar de episode. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Vandaag sta ik bij de episode op Waterloopplein nummer 1. Let's go, ik ben benieuwd. Nee? Het is hier heel erg druk binnen. En ik mag eigenlijk niet filmen. Dus dat is niet handig. Super vet, Levi's jacket. En ik heb 3 broeken die ik zo ga passen. Dus hopelijk heb ik misschien een setje wel. Nice. Kijk, heel vaak van die vintage Adidas dingen hebben ze hier. Leuk. Oeh, Champion. Oeh, I like. Puma. Oeh. Track. Die wil ik wel even passen. Oké, super dom. Ze hebben niks om mijn spullen aan op te hangen. Dus ligt op de grond. Ik heb oprecht 3 broeken. En 3 spijkerjacks. En een tracksuit. Of track. Een vest met een track. Jezus, en mee, kom maar even op. Helemaal leuk. Ja. Oh, kijk. Een spijker. Hé, daar ook een. Ik kan wel iets ophangen. Top. Oké, ik heb het vest staan. Het is echt super druk in de winkel. En er is echt 1 spiegel die iedereen moet delen. Dus er staan mensen nu op voor. Dus ik moet even wachten. Zit op zich leuk, maar ik denk nu al nee. Maar ik ga wel eens even in de spiegel kijken. Kijk, dat was super grappig. Een meisje naast me was een gewaagd dingetje aan het passen. Dus ik kon even niet filmen. Maar kijk, ik vind hem wel heel erg cool eigenlijk. Maar nee. Maar hij is €25.
Oké, ik had een beetje een dilemma. Ik heb 3 broeken gepast. Al 3 pas ik ze niet. Ook al is het wel mijn jeansmaat. Maar dat niet uit. Ik ga gewoon deze broek weer terugbrengen. Of terugleggen en weer andere broeken passen. Maar nu heb ik het eerste jeansy jacket aan. Beetje groot. Ik ga even kijken welke maat ik nu aan heb. Want dan kan ik het even vergelijken. Want ik heb een LXL XXL gepakt. Oké, dit is het vestje. Zo, of vest, spijkerjack, maar zo groot. Oké, top. Ik heb deze polo van Lacoste in een beige kleur. Super mooi. En hij is maar 17,50. Dus dat is nice. En 2 beige slash beetje bruinige broeken. Nee, het is helemaal een beetje natuurkleurtjes. Vind ik de laatste tijd echt super leuk. En ik heb weer een tweede poging met broeken. Ik was me echt aan het aanstellen van het komt niet op mijn ass heen. Maar we gaan het gewoon weer proberen met grotere maten. Who cares? Oké, het is te druk voor de spiegel, maar ik pas deze. Maar ik vind hem niet heel mooi. En deze onderkant ook niet zo. Beetje, loopt een beetje breed uit en ik vind het niet mooi. En deze broek is ook een beetje low waist. Kijk, hier is mijn navel. En daar hou ik niet van, dus deze gaat er snel uit. Nou echt, ik heb nu een broek aan die super mooi is, maar de onderkant is niet mooi. Kijk. Kijk, dit zit echt helaas niet mooi. Maar dit is echt wel verder een mooie broek. Maar er hingen er nog meer, dus ik ga gewoon een andere pakken. Oké, ik ben bang dat ik deze toch niet echt heel erg ga dragen, dus deze doe ik terug. Oké, ik heb uiteindelijk maar 2 dingen kunnen scoren. Ik heb niet heel erg veel gevonden. Ik vond het niet zo heel veel leuk. Soms zag ik wat dingen die niet in mijn maat waren. Dikke balen van de broeken, want ik wilde heel graag een lichte Levi's jeans. Ik ga thuis dus heel even zien wat ik heb gekocht. En eventjes hoe ik het combineer en dan zie ik jullie thuis. Oké, dat was dus mijn avontuur in de episode. Zoals je wel merkte, wat ik al aan had gegeven, was het mega druk. Ik heb het expres zo min mogelijk gefilmd, want ja, ik heb sfeerbeelden gemaakt, maar als het goed is zag je bijna niemand, want dat vind ik niet leuk om mensen echt te filmen. Maar het was mega druk. Zat even helemaal meh. Ik heb echt 8 broeken gepast en met heel veel haat weer teruggegooid, want die gingen of niet over mijn bil heen, of gewoon met mijn buik niet dicht. Het was echt even naar. Maar ja, dat heb je nu helemaal ook met vintage winkels. Heel vaak zijn er remakes. En dat kan je ook wel eens in het labeltje zien. Ik weet niet, want ik heb een broek gekocht. Of het in deze broek ook staat. Wat staat er? Remake? Nee, deze niet. En dan is het waarschijnlijk niet nodig geweest. Maar soms moeten ze ook eventjes een beetje vermaken. Of even weer mooier maken. Of wat strakker zetten. Zodat het gewoon weer te koop gezet kan worden. Maar dan staat er in remake. Dus dan kan de maat een beetje afwisselen. Zo moet je gewoon passen. Nou, zoals je hebt gezien waren er ook super veel coole vintage dingen van. Of nou, alles is vintage daar. Bijna alles. In ieder geval echt ouderwetse Adidas, Puma, Nike dingetjes. Echt super nice. Heel erg leuk, maar ik kon er ook niet echt iets vinden deze keer. Vaak heb ik wel dat ik meerdere dingen zie en dat ik echt moet kiezen van oké, ik mag maar 1 champion shirt van mezelf, ik mag maar 1 Nike ding van mezelf. Maar dit keer had ik gewoon niet echt iets gevonden. Wel een aantal dingen die niet in mijn maat waren. Wat ik ook zag, wat ik niet heb kunnen filmen, want ik mocht eigenlijk niet filmen en het was bij de kassa in de buurt. Vet veel, niet echt een tuinbroek, maar wat zoek ik woord? Een overal. Net een soort van schildersoveral. Was super vet. Maar niet in mijn maat. Maar ik had dus helemaal niet door dat ik zoiets nodig had in mijn leven. En dat denk ik nu wel. Dus ik hoop dat ik dat misschien een keer ga vinden. Maar laat ik maar de 2 dingen laten zien die ik wel dus heb gescoord. Waar ik wel heel erg blij mee ben. Te beginnen met iets wat jullie al hebben gezien. Namelijk de Lacoste polo. In een beige kleur. Die was dus 17,50 nu nog maar. En Lacoste is normaal gesproken super duur. Dus ik vond het wel cool om deze vintage te doen. Ik vind dit namelijk het echt niet waard om dat zoveel geld uit te geven aan gewoon een nieuwe. Want kijk, het is een mannenshirt eigenlijk volgens mij ook. Want ik heb hem even bij Zico, bij mijn vriend, aangedaan om te kijken hoe die bij hem valt. En het is volgens mij echt een mannenshirt. Maar deze lijkt me heel erg leuk en ik ga ook laten zien wat ik nu bedoel. Om hem in een mom jeans te steken, te proppen zeg maar, een beetje eruit laten poffen en een paar coole sneakers onderaan te doen. Ik ben weer zo'n tutje die het heel erg cool vindt om daar dan weer beige schoenen onder te hebben. Maar ik ga ze nu even combineren met mijn roze Nike's. Dus we kunnen nu even kijken hoe dat staat.
Oké, dit is de polo. Ik vind hem echt super cool. Helemaal zo in mijn mom jeans. Dan, ik weet niet, dan is het weer wat vrouwelijker. Want hij is natuurlijk een beetje... Het is een beetje een vormloos shirtje. Dat echt een beetje als een vierkant zo gewoon naar beneden. Dus dit vind ik wel het leukste. Dan maak je hem gewoon nog een beetje vrouwelijk. Ik zei met mijn Nike's eronder. Mijn roze. Maar nee, ik vind het toch niet zo leuk. Met mijn Nike's eronder vind ik het iets te boyish of zo. Dus dat ga ik niet doen. Ik denk dat mijn zwarte fans hieronder wat leuker zullen zijn. Of andere schoenen. Ik weet niet. Polo, dat heb ik gewoon nog nooit gehad. But I like it. Dat is dus deze. Vind ik heel erg cool. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is wel een beetje apart natuurlijk. Maar wel heel erg cool. En wel goedkoop. Episode vind ik trouwens niet een hele goedkope winkel hoor. Dat niet. Je hebt echt bijvoorbeeld... echt vintage. Dat dingen echt 1 euro zijn. Zoals bijvoorbeeld op Waterloo zelf. Op de markt. Weet je wel. Van de tweedehands markten. Dat is Episode niet. Maar je weet wel gewoon bij Episode. Alles is schoon. Alles is goed. En daar betaal je ook gewoon voor. En ik vind die zo heel heftig hoor. Maar het kan veel goedkoper. Echt veel goedkoper. Maar dat kan ik in een andere aflevering zeker doen. Wat ik ook heb gekocht is wel een Levi's jeans. In een hele coole kleur. Oh. Stond een beetje open. Super nice. Deze is echt super mooi nog. Het label zit er heel erg goed op. Alle stiksels zitten hartstikke goed. En ik heb hier 30 euro voor betaald. Ik heb deze ook gewoon echt in mijn jeansmaat kunnen kopen. Dus niet, ik hoef niet een maat groter te hebben. Dit is echt gewoon een goede fit. Ik heb nu aan de onderkant dit omgedraaid. Want dat vind ik wel wat mooier. Want het is volgens mij wel een mannenmodel. Dat weet ik niet. Hij hing niet bij de mannen. Maar ook niet echt bij de vrouw. Hij hing een beetje echt bij de troepdingetjes. Omdat, ja, ik denk dat niet heel veel mensen dit dragen. Ik heb het ook niet zo heel vaak gezien, deze kleur. Maar ik vind dat echt juist heel erg leuk dan. Ja, ik ga even laten zien hoe ik deze lijst wil combineren. Maar ik denk dat dit op zoveel verschillende manieren kan. Witte trui, beige trui nog. Want zelfs dit vind ik leuk staan. Gewoon beige op beige. Zwart kan er heel goed bij. Ik vind dat dit shirt er zelfs goed op kan. Dus ik ga gewoon eventjes laten zien... hoe ik deze zeer binnenkort ga dragen. Oké, ik heb hier dus de broek aan. En zo zit hij dus. Ik vind hem persoonlijk echt heel erg mooi. En nu heb ik hem dus gecombineerd met gewoon een lekkere witte trui. Ik vind dat echt heel erg cool staan. Heel mooi, heel erg natural. Ik kan nog even wat beter laten zien. Kijk. Echt heel erg cool. Eén pijp is weer omgeslagen en eentje niet. Ik zat er ook nog aan te denken om misschien de onderste rand, zeg maar, dat stikrandje, af te knippen. Zodat hij sliertjes krijgt. Maar dat vind ik een beetje eng. Want ik heb dus nu maar 1 broek in deze mooie kleur die goed zit. Dus misschien verpest ik hem zo. Dus dan ga ik dat niet doen. Maar ik wil dat wel binnenkort met een andere broek doen die ik vintage ga kopen. Dus dat is ook wel een idee. Maar ja, nice. En deze trui is trouwens van de Mango. Dit is trouwens de 501. Mocht je het model mooi vinden, het is de 501. Top! Dan waren dit mijn 2 items. Super stom. Normaal gesproken kom ik echt met veel meer dingen thuis. Nu heb ik ook best wel veel gepast, maar kon ik niet zo heel veel laten zien omdat het zo druk was. En ik was continu aan het wachten tot ik voor de spiegel kon. Weet je wel, zoals je eerst ervoor een beetje over mensen aan het kijken, staat het? En dan mocht je eindelijk naar voren, maar dan moest iemand anders en nah. Ik heb het daarom gewoon niet laten zien. Je zag ook dat ik een spijkerjack zeg maar, had gekozen, maar toch het terughangen. Dat is omdat ik het zo tof zou vinden als ik een soort van bijna matchend setje kan vinden. Met een jeans en een spijkerjack. Waardoor ik dacht, spijkerjack is goed, maar zometeen vind ik een jeans en er past hij niet goed bij. En dan ga ik het spijkerjack niet dragen. Want die laat ik eerder liggen dan de jeans. Spijkerjack was 45 euro. Dus toen dacht ik, nee, laat ik gewoon daar even mee wachten. Dat maakt niet uit. Ik zie die Levi's spijkerjack echt zo vaak. Dus dat maakt niet heel veel uit. Dus ja, en ik vond ook trouwens geen leuke gek shirt met een printje. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje terug op de Eihallen een shirt gekocht met een tijger erop. En een baby tijger. Foei, lelijk. Maar dat vind ik gewoon geweldig. Dus daar heb ik ook naar gezocht. Maar zelfs dat kon ik niet vinden. Ik kon niet slagen bij de Adidas, Nike dingen. Jassen niet. Nou, het was echt een beetje een visit. Maar dat kan ook gewoon gebeuren en dat boeit helemaal geen ene tuut. Want je kan volgende keer gewoon weer gaan. Vinden jullie het dus leuk als ik volgende keer weer ga en jullie weer meeneem? Laat het dan even weten in de comments of door een duimpje omhoog te doen. Ik zit eraan te denken om voor een volgende kringloop
of voor de volgende keer dat ik vintage wil gaan shoppen, naar een kilo shop te gaan. Dus dan kan je allemaal kleren uitkiezen en dan gaan ze gewoon de weegschaal en dan kijken hoeveel je moet betalen. Er zit er ook eentje in de buurt van Waterloo. Daar ben ik al een keer eerder geweest. Lang geleden. Maar daar kan ik dus ook wel een keer naartoe gaan. Als jullie het leuk vinden, kan ik bijvoorbeeld volgende maand daar naartoe gaan. Dus laat maar weten. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Laat dus weten, heb ik al gezegd. Bla bla bla. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag woensdag weer. Dan komt er weer een nieuwe weekendvlog online. En daarna komt er weer een woonkamer makeover video online. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Bedankt alweer. Ik ben zo slecht in het afzetten van video's. Ik moet gewoon zeggen, doei!